Normaal gezien hadden we gestart met een ereronde-terrein, maar ik heb net een telefoontje van de zus ontvangen dat ze onderweg zijn en dat ze niet tijdig kunnen hier zijn. Dus ik zou het heel leuk vinden als straks iedereen hier binnen is op het podium en dat we daar ook een hartelijk applaus geven voor de leader. Maar daar gaan we straks nog wel eens een woordje voor doen. Dus we gaan er nu zachtjes in liggen, denk ik. Als je de Leon kunt raken, heb je een extra prima. 3, 2, 1 en start de maat. De selectie gaat goed, de over. En we zien hier met het nummer 3, ja, Van Maarten. Ja, dat gaan we wel even snel. Nou, dan zit ik heb dingen, ik heb begeleiders bij. Sorry. Ja, ja, ik heb begeleiders bij. Pak een doekje gemaakt. En hier doen we zo. Deze is de hele naam. Met allemaal echte zoon, de Belgisch kampioen, Lars de Jong. Kom maar hier. Zo wel.
Thank you.
uit een bocht, hè. Oh, er zat van dan die mannen te volgen. Ja. Maar dan kunnen die blauwe volgen. Wat nou eens? Al naar rechts en als je biedt al terug naar rechts. Ja. Dat is hier een van de eerste. Ja, ja. Je loopt met de eerste groep. Voor de laatste zeven ronden, jongens. Zeven ronden. Tot de kant van de laatste vijf. Welke stoom, dat zijn er met dat is niet wat eerst. Ja, dat zijn. Ja, dat zijn.
derde plaats met de nummer 3. Ja, dan trainen. Ja, en de rezen op korte afstand gewonnen door. Ja. Ja, ja. En de andere die zal om 7 uur moeten starten, daar zijn we in het donker. Ja, 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 ja. Ja. En ja, met ons tegen. Niet gespeeld? Oh, wel, wel, dat ding, een paar gaat er weg en zo. Hè. Maar ik heb die zelf eens te halen. Ja, dat is zelf of pilletjes? Zelf. Ja, dat ze weg moeten smergen, hè, en dan. Ja, ik zit een keer op. Nou, wat dan aan het aardgebrouwen zijn? Ja. Mariko de List. En hier iemand die gast heeft, nummer 10. Giovanni van Herbergen, die nu net de leiders ziet passeren. Met het nummer 5 is dat heel gericht op Winkel, de Rommel was het land het volle. En hier nummer 33. Luc Wouters. En een forse sprint. Gelieve het parcours nog steeds vrij te houden. En hier zien we Matteo Wangenekke. Laatste ronde, en dus laatste ronde. En we zien de lichte afscheiding van de nummer 1 Belgisch kampioen Lars de Jong. Gevolgd door nummer 2 Danny Paassen. Gevolgd door nummer 3 Janne van der Ardenne. Met bijna in zijn nieuw. En de nummer 5 heeft nu definitief de rol moeten lossen. Mogen wij even vragen, de baan blijft houden op de aankomst, namelijk laatste ronde, renners, laatste ronde. Laatste ronde, renners. Laatste ronde. Laatste ronde, renners. Laatste ronde. En hier zien we... met het nummer 1 en winnaar... Lars de Jong, Provinciaal. Kopje volk. Kopje volk door het nummer 2. Danny Paassen, nummer 3. Sven en Terry Negens. Nummer 4, Janne van der Lenne. Provinciaal jongens aankomt. Provinciaal aankomt, rijders aankomt. Aankomt, renners, aankomt, proficiat. Proficiat, renners, proficiat. En hier zien we dan nog een spoedje. Met het nummer 35. Jan Lodijssel, we hebben een tip. Ondertussen zijn we met het nummer 10, Giovanni van Herbergen, onder meer komen met het nummer 32.
Jan Hamert. Trofee Jan Wenders. En hier zien we dan dadelijk over de meer komen. Met het nummer 33, Luc Walkers. En hier zien we met het nummer 33 over de meer komen. Rob Dikkersie. En hier zien we met z'n hoofd van de nieuwe deel, nummer 1, 2 en 3 van de wedstrijd. Ah, dat zijn de gasten. Nogmaals, dat is nummer 1. Graag de jongens. Met het nummer 2. Ben Maas. En met het nummer 3. Je bent klaar. Proficiat. En de wedstrijd. En hopen nu u volgend jaar terug te zien. Kusje van ja. Hier zijn mensen van het stadsbestuur, die zullen nog eens schuiven. Schepen Griet en Schepen Marleen, die gaan allemaal prijzen geven. Om te beginnen dus een medaille. Dat is voor iedereen. Maar we hebben nog van alles anders speciaals. Het uitdelen mag nu gebeuren. Wij hebben zelfs ook Theo hier nodig bij ons. Want die gaat nog van alles vertellen over wie nog een andere speciale prijs gaat krijgen. Praat die zo niet zwuiven. Wat is hier? Hier zijn mensen van het stadsbestuur, die zullen nog eens zwuiven. Schepen Griet en Schepen Marleen, die gaan allemaal prijzen geven. Om te beginnen dus een medaille. Dat is voor iedereen. Maar we hebben nog van alles anders speciaals. Het uitdelen mag nu gebeuren. Wij hebben zelfs ook Theo hier nodig bij ons. Want die gaat nog van alles vertellen over wie nog een andere speciale prijs gaat krijgen. Alleen aan het woord, dat vraag ik eerst al niet, want ik hoor me eigenlijk niet graag praten. Deze week hebben we een heel spijtig voorval gehad. Ik hoor de micro ergens weerkaatsen. Dus vorige maandag is een van onze wielrenners, die normaal gezien vandaag ook was gestart, Pieter de Bieder, eigenlijk tijdens zijn vakantiejob met zijn tractor gekanteld met fatale gevolgen. We hadden normaal gezien afgesproken van Stijn zijn broer zou de eerste ronde meegereden hebben. We hadden hem dan achteraf met een hartelijk applaus willen bedanken, maar we gaan dat niet nog doen. Nu, ik weet niet wie dat de nummer gaat ontvangen. We gaan dit jaar terug in het veld rijden. Ondertussen zijn er al 9 crossen. Er zijn er heel veel van de B-Box Trophy bijgekomen, Niel is erbij gekomen, Oostmal is erbij gekomen, Antwerpen is erbij gekomen. De Dieter zullen we elkaar altijd vastgestart hebben. Dus van die af aan, hij is bijna 21 geworden en hij had eigenlijk al plannen voor zijn 21ste verjaardag te vieren met een goed pintje, het liefst een goede duvel, een sigaretje. Vader is juist al verteld dat hij eigenlijk niet wist dat er aan toe is sigaretjes mogen. En ik denk vermoedelijk ook met de kust van het schoon gedaan. Maar we gaan nu vast de nummer 21, heel het seizoen gaat Dieter bij ons met nummer 21 postuum meerijden. En ik zal nu van iedereen eigenlijk tamelijk applaus willen.
drie truien. Voor de winnaar. Alhoewel je er echt eigenlijk allemaal schoon in trui. Lars, was dit ergens? Oké, ik had niet gezien. Heel bescheiden in het midden. Ik had er eigenlijk gedacht dat de roze trui voor de beste jonge man was, maar oké. Okay. Dat is een van de beste dames zeker, hè? Jawel. Silke! Ja. Dat is voor de naamste. Dat is voor de naamste die niet betreft, voor de naamste. Nee, toch. Jij bent hier van de tweede leukste. Ik ben de leukste. Wat een feest. En de naam van iemand, toch. Goed. En dan hebben we nog één witte trui voor de beste jongen. En de winnaar daarvan is Jan Overijs. Lacht eens.